Hallo, het is vandaag maandag en dit is nu echt wel de laatste week voor dat schooljaar terug begint. En ik ben weer in mijn klas. En nu zijn het echt wel de laatste loodjes die gedaan moeten worden. Vanaf vandaag zijn er ook veel meer leerkrachten op school, wat wel grappig is. En leuk is, hè, terug wat bijbabbelen. En ik ben weer rood, een beetje sweaty. Aan het fietsen en ik ben nog niet kunnen afkoelen. Of ik heb nog niet kunnen afkoelen, want ik ben overal naartoe gegaan voor mensen nog een nacht te zeggen. Dus de laatste loodjes en dan is mijn klas klaar. Yay! Goedenavond allemaal. 3 september, de eerste schooldag, is voorbij. Ik heb helemaal niet gevlogd. Gewoon omdat... Ik heb er eigenlijk geen tijd voor gehad. Ik heb er niet aan gedacht. Ik ben vooral bezig geweest met de kinderen en het opstarten van dit schooljaar. Dus maar het was wel een leuke dag. De kinderen zijn binnengekomen en dan heb ik de klas voorgesteld, mezelf voorgesteld. Zij hebben zich voorgesteld. En dan heb ik zo wat een uitleg gegeven van hoe dat het werkt in de klas, met al mijn systeemjes van de naamkaartjes enzovoort. We zijn de hele klas rondgegaan, zodat ze alles konden zien. En dan zijn we daarna eigenlijk begonnen aan ons labboek. En dat is iets, ja, je kunt dat opzoeken op het internet. Ik zal het in de beschrijving, zal ik het ook linken. Maar ik vond dat wel een leuke manier om zich voor te stellen. Normaal, de vorige jaren gaf ik een blaadje, wel op een leuke manier, met een robot of zo op. En dan dat ze hun lievelingsdier, hun lievelingskleur, hoeveel broers en zussen, hun naam en al die dingen, hun lievelingsvak, dat ze dat er allemaal mochten opschrijven. En met zo'n labboek is dat een heel ander systeem. Vandaag was het vooral knippen van de vormpjes, van de pocketjes die je daar moet opkleven en het versieren daarvan. En dan morgen en de rest van de week gaan we dat dan afwerken met dat ze er kunnen opschrijven wat hun lievelingsdier is en al die andere dingen. Dus dat zal nog wel een paar dagen duren voordat dat volledig af is bij allemaal, maar we zijn al goed op weg. Vandaag waren al mijn kinderen op school die op mijn lijst stonden buiten eentje. Dus dat valt goed mee. Ik hoop alleen natuurlijk dat er niet te veel niet meer gaan afvallen of toch nog gaan bijkomen. Gewoon voor mijn nummering en al mijn materiaal en zo. Dat is gewoon gemakkelijker natuurlijk. Als de klas nu zou blijven hoe ze is, dan moet ik niet meer veel veranderen. Het is een leuke groep. Ik zie het wel zitten. Je hebt altijd een paar karaktertjes erin zitten en er zijn een paar kindjes waarvan ik nu al weet van oké, ik moet dat een beetje onder controle houden maar ik zie het nog volledig zitten. Ja, dat was het zo'n beetje. Ik zal morgen zien dat ik wel een paar fragmentjes kan filmen maar dat is het tot nu toe. Ik ben om 6:15 ongeveer ben ik aangekomen. Nee, dat is niet waar. Jawel, 6:15. Ik had totaal geen zin meer om nog iets te koken of zelfs nog maar de microgolf oven aan te zetten. Dus ik ben direct naar de McDonald's gegaan. Ik heb een goede McDonald's gegeten nu. En nu kan ik verder chillen, tv kijken, zodat ik weer al morgen goed kan beginnen. Hallo allemaal, het is donderdag vandaag, van de eerste week van het schooljaar. En deze week echt niet veel gevlogd. Ja, gewoon niet tijd gehad. Je moet dan een klas opstarten en alles is gebeurd de eerste keer. De eerste week, dus het is vooral een vlog van ik die balt.
We hebben deze week ook al de Thalissen, nieuwe Thalissen gegeven van de nieuwe handleiding Verrekijker. En ik vind wel dat dat er allemaal heel... Dat zit allemaal heel goed in elkaar. Maar de timing van de lessen... Ik vind toch dat ze de timing wat krap hebben gemaakt. Ik kom er niet met de timing die in de handleiding staat. Dus komt dat nu gewoon omdat dat nieuw is en omdat ik mijn weg nog moet vinden? Of... Allee, al van veel collega's gehoord... Dat ze hetzelfde probleem eigenlijk hebben. Dus ja, we moeten daar toch nog een beetje aan werken. Spelling heb ik nog niet gegeven deze week, maar dat is dan voor volgende week. We zijn vandaag begonnen in de handleiding of in de rekenschrift van Rekensprong. Maar allee, geen problemen daar. Morgen is het les 3. Alleen les 3? Ik denk alleen les 3. Les 3 dat we nog gaan geven. En dan nog een taalles. Les 4 van Verrekijker. Ik kan denken, is het les 4? Ja, het is les 4. Ze hebben ook nog godsdienst islam. Morgen gaan we ook het labboek afwerken. Ik zal morgen laten zien hoe dat er nu al uitziet. Ik heb er voor mezelf ook één gemaakt, maar dat is eigenlijk ook gewoon meer het voorbeeld. Of een voorbeeld waar de kinderen kunnen... Ja, dat is eigenlijk niet waar, want ze hebben eigenlijk bijna allemaal dat al gemaakt. Dus, maar ik heb er gewoon ook eentje gemaakt, want ik wil dat ook wel eens maken. Dus we hebben de kaft gemaakt, de pocketjes, waar dan de papiertjes in gaan komen, waar ze zich dan voorstellen eigenlijk. En dan moeten ze nog... Een voorblad kleuren met een ventje dat ze eigenlijk gaan versieren en kleuren en tekenen aan zichzelf. Dat wordt op de voorkant geplakt en dan wordt dat wel geknipt, zodat dat labboek deftig open kan gaan. En dan nog de papiertjes maken voor in de pocketjes en zo te steken. En dan is het eigenlijk af. Dus het is wel een lang werkje. Maar ze vinden dat wel leuk. Allee, ik heb nog geen enkel... kind daarover, want soms dan zeggen ze, dan zie je ze wel zo, dan zie je ze zuchten en klagen en haha. Maar nee, er zijn er veel die ook vragen, ah, wanneer gaan we eraan verder werken? Dus dat was wel een heel leuke opdracht. Ik denk niet dat die morgen nog gaat af zijn, maar ja, finale, dat is niet zo erg. En dan gaan we ook nog gewoon verder werken in ons bundeltje van WO, ons welkomstbundel. En als er tijd over is en het is mooi weer, dan wil ik ook nog wel gewoon even naar het plein of naar het park gaan met de kinderen. En dan volgende week is het een echte... Allee, dan is het een echte volle lesweek. Want deze week hebben we natuurlijk veel kennismakingsactiviteitjes en zo gedaan. Dus ja, volgende week beginnen we voor echt. Ik ben net binnengekomen in mijn klas. En zo is ze achtergelaten gisterenavond. Valt nog wel mee. Mijn bureau na de eerste week. Of bijna na de eerste week. Daar ligt van alles. Aan mijn computers ligt van alles. Hier ligt allemaal nog rommel. De spelletjes waar we gisteren nog mee gespeeld hebben, maar ze moesten die hier laten liggen. Want ze mogen niet in mijn kast. Want dat is alleen maar rommel. En we zijn gisteren naar de bib geweest en we hebben boeken gekozen. En die zitten hier dan in mijn bibbak. Voilà, dat was een beetje de nasleep al van deze week. Allee, of dat mijn klas er nu uitziet. Het valt nog eigenlijk heel goed mee natuurlijk. Maar zoals altijd zijn er in het van het schooljaar een paar mankementjes. Zoals stiften en kleurpotloden hebben we nog niet aangekregen. Dus de kinderen moeten nu kleuren. Met overschot van vorig jaar, maar wat dus niet genoeg is voor iedereen. En gelukkig hebben sommige kinderen wel hun eigen stiften en kleurpotloden bij. Maar ja, toch niet altijd even leuk. En voor de rest... Voorlopig... Ah ja, ik ging de labbooks laten zien. Ik heb er eentje van een kindje van mijn klas. Dat is zo een mapje. En we doen dat zo open. Het moet eigenlijk... Hier komen.
Zo, en dan wordt dat in de helft geknipt en dat wordt daarop geplakt. En dan als je dat open doet, dan heb je van die pocketjes. Zo. En dan kunnen we hier een vraag op schrijven. Bijvoorbeeld lievelings, of gewoon een ding van lievelingsdier. Dan doe je dat open. En dan staat het antwoord hierin. Hier normaal is dat een schuifdingetje. Dan kun je zo een blaadje eruit trekken. Maar ja, sommige kinderen hebben het verkeerd gekleefd. Dit bijvoorbeeld ook, dat is ook ondersteboven. Dat is ook zo'n pocketje. Maar ja, goed. Dan zullen we het wel gewoon omdraaien of zo. Dat is weer eentje met flapjes. Dus dan weer hier van voor komt er iets op. En dan binnenin komt het antwoord. En dat is dus de bedoeling van het labboek. Dat gaan we dan vandaag nog afwerken en hopelijk raakt dat vandaag klaar. En anders steek ik het in contract voor volgende week verder te doen. Goh, ik ga nu mijn dag opstarten, mijn spullen pakken voor vandaag en ik zie jullie straks. Hallo allemaal, het is zaterdag vandaag, dus ik heb gisteren niet meer gefilmd na dat stukje over het labboek. Gisteren is nog goed verlopen. We hebben in de voormiddag nog WO gedaan, taal gedaan en ook nog wiskunde gedaan. En in de namiddag heb ik eigenlijk een beetje op een leuke manier afgesloten. We hebben een film verder gekeken die we deze week zijn begonnen. Toen is 's middags. Die hebben we verder gekeken. Dan, ik heb ook nog voorgelezen uit Meester Kikker. Ik lees altijd twee hoofdstukjes, maar dat zijn heel korte hoofdstukjes voor. En ze vinden dat wel een heel leuk boek, dus dat is echt een aanrader om te lezen met de kinderen in de klas. Meester Kikker van Paul van Loon, keitof boek. Dat heb ik dus gedaan. Dat heb ik heel de namiddag dus eerst voorgelezen en dan de film verder gekeken. En toen de film klaar was, dan denk ik dat er nog 10 minuten waren of zo. En dan heb ik op YouTube filmpjes opgezet waar van Just Dance of zoiets. Dan kunnen ze meedansen. Dan wordt dat voorgedaan op de tv of op het scherm. En dan kunnen ze dat nadoen. Vonden ze leuk. En dan andere kinderen waren bezig met de puzzel of met de Jenga-blokken. Dus ze waren allemaal wel bezig. En dat was de eerste week, dan zat hij erop. Je leert je kindjes dan kennen en dat is wel heel leuk. En het is nog altijd een hele leuke groep. Dus ja, het was eigenlijk echt een toffe eerste week. En nu is het weekend en dan kunnen we weer al herbronnen om te starten aan de tweede week van het schooljaar. Ik ga hierbij de vlog van mijn eerste week afsluiten. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Dag!